namelijk bezig met landschappelijk verantwoord ondernemen. We hadden net al even Jan Huiken, komt vanuit het landschappelijke. Wat is de relatie met de stad? Hoe gaan we die stedeling meer betrekken bij het platteland? En het andere thema waar ik de laatste 3 jaar heel veel mee bezig ben, is goed eten. Nou, wat is goed eten dan? Goed eten is voor mij lekker, in de eerste plaats. Ik ben dit jaar ook trekker van Hoofdstad van de Smaak geweest. Het loopt nu ten einde, maar we hebben Amersfoort dus echt ook in het zonnetje gezet om veel aandacht voor het ambachtje van goede eten te geven. Lekker, gezond en duurzaam. Nou, dat duurzame voedsel, daar gaan we het nu even over hebben. En wat is dat dan? Dat is een heel weerbarstig concept natuurlijk. Maar wat is nou duurzaam? Het gaat over klimaat, CO2-uitstoot, bestrijdingsmiddelen, biologisch ja, nee, organische stofgehalte. Dat is een heel complex iets. En we zien dat er gewoon steeds meer mensen die zich zorgen maken over dat voedsel wat ze hebben. Ik begin even de peiling, stadslandbouw, dat zeggen jullie. En is het een hype of is het een trend? Dat zeggen jullie. Is stadslandbouw een hype of een trend? Is het een trend? Ja, moeilijk vraag. Je hebt het over de stad, zeg maar, niet op, ja, ook in de stad, maar ook rondom de stad, zeg maar. Dus ik heb het, daar komen we straks inderdaad op, ik heb het ook vaak over de stadsrand landbouw. Ja, ik denk niet dat het een hype is. Jij denkt dat het een trend is. Ja. En dat denk jij. Je bedoelt een hype, dat is een opleving die eigenlijk geen grond heeft, zeg maar. En het, maar een trend, dat is ook tijdelijk. Nou ja, dat ligt aan, moet je tijdschaal nemen, maar het verschil tussen hype en trend zien. Een hype is iets wat weer voorbij gaat. Zo, een trend is meer zo. Is meer, nou, een trend is van wat iedereen langzaam gaat doen. Een trend kan ook groeien. Dus een trend zie ik ook wel weer. Ja, over een hele lange tijd. Ja. Maar wat ik bedoel, is het zo'n lijn of is het een parabool die weer naar beneden gaat? Ja, nou ja, ik denk dat het een interessant concept is om te onderzoeken. Ja. Diplomatiek antwoord. Mag ik ja. Ja, tuurlijk. Door dat gebaar van jou triggert me. Ik denk dat het een trend is, echter. Dit gebaar associeert niet meer een hype. Ik denk dat we zeker nog 2-3 generaties verder zijn. Het heeft met een kostenaspect te maken. Hè. De mensen gaan toch nog steeds voor de kilo knallen. Ja. Als je kijkt naar vlees bijvoorbeeld. En als er wat meer te besteden is, dan wordt er relatief wat meer aan besteed. Als mensen minder inkomen hebben. Nog onderzoek naar gedaan. Vaak zonder te generaliseren lagere sociaal milieus, zoals dat noemen, die gaan gewoon nog voor de kilo knallen. En je ziet dat mensen die wat meer te besteden hebben, wel naar de biologische winkel gaan bijvoorbeeld. Maar daarmee insinueer je ook, het is duur. Die stads, dingen uit de stad. Nu in de perceptie, stadslandbouw weet ik niet, maar als ik kijk bij zelf, ik kom ook op een biologische winkel in de stad. Ja, dan betaal je meer voor een gemiddeld product dan dat ik het bij de C1000 in de actie koop. Maar dan heb je het over duurzame producten, niet zozeer stadslandbouw. Nee, sorry. Ja, dus biologisch is het allemaal. Misschien. Ja, verder focussen nu dan. Dat is nog specifieker. Ik zal straks nog wat andere plaatjes laten zien. Dat vertical farming. Hebben jullie daar maar gehoord? Dat gaan we de lucht in. Vertical farming. Verticaal boeren. Ja. Dus in gebouwen, in lagen. Okay. Net als in een flatgebouw. Ja. Dan heb je elke laag. Heb je groente en fruit tilt. Dus met ledverlichting. Kijk, dat is nou jammer. Ik had daar het filmpje dus van. Van even een futuristisch gebouw. Ik ken het wel. Ik heb wel een plaatje. Ja. En dan krijg je dit soort plaatjes. Dit is heel leuk. Kijk, als je Google vertical farming en dan afbeeldingen kiest, dan krijg je dit soort plaatjes. Dus dit is allemaal. Je ziet het ook. Het is allemaal artist impression. Hè? Ja. Dus het is dus inderdaad hele flat gebouwen. Om die stad te voeden, dus dan krijg je met hele slimme systemen, met ledverlichting en verschillende lagen, recycling van het water. En, ja, er zijn dus dit soort plaatjes. Daar had ik dus ook een peilingje voor bedacht. Ik heb gisteren een Twitter-peiling gedaan. Ik heb al mijn volgers gevraagd, geloof jij in vertical farming? Zal ik zo de resultaten geven? Geloven jullie in vertical farming? Ja. Heb je een nieuwtje? Jij bent wat geïnteresseerd, nee. Nou, heel kort, zeg maar, voor mij is het zeg maar, het biologische en dat soort dingen allemaal, al die keurmerken, dat is eigenlijk onzin. Het gaat om vitaliteit. Mm-hmm. En hoe kan je vitaliteit in de voeding? Ja. Dat kun je nu nog niet meten, dat komt eraan. Ja. De apparaten zijn er al en we zijn al aan het testen. Waar mijn overtuiging is toch, zeg maar, is van ja, hoe krijg je die vitaliteit, zeg maar,
dat dus uit de grond komt en van buiten en van de zon en van hoe krijg je dat met ledlampen en met zo'n laagjes grond, ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Dus dat is mijn twijfel. Ja. Punt van de vitaliteit als een plant niet met zijn worteltjes in de grond. Nou, niet helemaal, maar hij moet, de energie moet ergens vandaan komen. Want daar gaat het water over. Biologisch is niks anders dan een heel simpele vorm om te denken van dat het eten dan beter is. Maar je kunt het niet meten. En dat kan straks wel. En daar gaat het dus om. En dan denk ik van dit verhaal van, ik zou niet weten hoe dat dan in mijn normale gedachtegang, zeg maar, hoe die vitaliteit, zeg maar, in die plant, want dat wil je er eigenlijk uithalen. Ja. Ik bedoel, daarom eten we. Ja. Ja, ik eet ook nog omdat ik het lekker vind, maar eigenlijk eet je gewoon de machine aan de gang te houden. En dat is dus die vitaliteit, denk ik. Ja, maar je hebt ook zorg over de vitaliteit, dat het eruit gaat. Een bepaalde landbouwsysteem. Zorg dat het eruit gaat? Nou ja, of dat heb ik het verkeerd geïnterpreteerd misschien. Want het gaat om de vitaliteit in het product, of niet? Ja, die erin zit en die je dus als mens eruit kunt halen. Ja. Waardoor je dus je eigen machine kunt laten werken op de juiste manier. Maar vooral met substraatteelt en ledlampjes, dat misschien niet dezelfde vitaliteit oplevert als in de biologische landbouw. Als je bijvoorbeeld tomaten, die zo op gasvol kweken, zeg maar, dat is een heel verschil. Dan voed je alleen met water, zeg maar. Ja. Dat heeft effect. Of dat nou een effect is wat je nodig hebt om die vitaliteit die je nodig hebt te transporteren naar je eigen lichaam. Ja. Zodat je het weer kunt gebruiken. Ja. Nou, een interessant punt in ieder geval. Maar daar kennen we nog wel een uurtje. Ja, daar kan je nog een uurtje over komen. En inderdaad, ik weet het Louis Bolk Instituut, die gespecialiseerd in biologische landbouw, die zijn natuurlijk al heel lang mee bezig om het verschil inderdaad van de biologische landbouw en de gangbare landbouw. Ook in voedingswaarde, waar dat ligt. En vooralsnog blijkt dat heel lastig te zijn. Ja. Enfin, ik heb gisteren mijn Twitterpeiling gedaan. Toen had ik van de 8 reacties, 2 vrij diplomatiek eigenlijk geen, nee ja, 1 was pertinent tegen, dus absoluut tegen, dat is een tuinder overigens. En 6, die geloofde er ook op. Dus een grote meerderheid, de N is klein, het is maar 8-9 mensen. Het is heel hot, met andere woorden. Stadslandbouw en dit soort concepten, nou, je hoeft elk blad wat je openstaat, gaat over stadslandbouw. Nou, ik ben er vrij kritisch over en ik hoop jullie deelgenoot te maken waarom. Maar even terug misschien van het hoe en waarom. Hè. Nou, het is hot. Duidelijke steden groeien, er wonen steeds meer mensen in de wereld wonen in steden. En nu al meer dan de helft van de 7 miljard. En ze verwachten dat dat 60%, 70%, 80% gaat van de wereldbevolking. En die steden die kunnen alleen maar leven met voedsel. Hè. Als er geen voedsel is, binnen 48 uur zijn de winters leeg en dan breekt de pleuris uit. Dus we zijn enorm afhankelijk ook van het voedselsysteem. Eigenlijk hebben we het fantastisch met elkaar georganiseerd. Het feit dat we gewoon over heel de wereld eten kunnen kopen, jaar rond, 24 uur per dag. Maar is het huidige voedselsysteem duurzaam? Het is niet echt duurzaam in de zin dat we enorm olieafhankelijk is, ons systeem. Alleen om de kunstmest die we moeten maken van gas. En, niet alleen kunstmest, transport, verpakking, koeling. Nou, alles wat erbij hoort is enorm olieintensief. Daarnaast moeten we denken over die kringlopen. Fosfaat die raakt echt een keer op in de wereld. Organische stofgehalte rent achteruit in de bodem. Dus er is gewoon nog heel veel te doen om dat systeem duurzaam te krijgen. Dus vandaar ook dat heel veel mensen denken over stadsbouw en landbouw, die landbouw heel schoon in de stad brengen met gesloten kringlopen en dan wordt alles opgelost. Nou, daar heb ik dus een vraagtekst bij of dat nou het enige antwoord is. En dan, die range van stadsbouw is enorm groot, dus dat moeten we ook even helder hebben. Dat het begint met de stoeptegel oplichten in de straat, maar met je paar buurtbewoners ga je dus slaven bouwen of wat kruiden bij de boomspiegel. Of je gaat een daktuin maken, wat natuurlijk ook steeds populairder is. Dit is de daktuin nu in Amsterdam, de A10, een bedrijf, verzamelterrein. Hebben ze deze daktuin dit jaar geopend. Hey, welkom. Heel leuk, waar de werknemers tussen de middag ook samen lunchen en tomaatjes en aardbeidjes oogsten. Eerste stadsbouwbedrijf Rotterdam, van gehoord.
uit je eigen stad. Nou, de jongens dit jaar begonnen, het is 22 september officieel geopend. Die hebben 2 hectare grond op de Marconische, midden in een oud industrieterrein dat volledig verlaten was, een oude loods. Daar gaan ze aquaponics doen, visteelt, sla op water en 1,5 hectare volle gronds, groenteteelt. Ze hebben daar een kas neergezet, er zit een restaurant in. 3 jongens die gewoon zeggen, we gaan het commercieel oppakken. We gaan een BV starten en we willen gewoon commercieel een stad van Bonen blijven runnen. Door heel de keten in handen te houden, hopen ze dus extra toegevoegde waarde te creëren. Nou, stond, ja, dus dit stond in de Volkskrant aan elk blad een beetje. Ik had zelfs van de week dat blad van Robeco, Safe. Mm-hmm. Ook daarin stond zelfs een artikel over deze stadsboer. Dus de vertical farming waar ik het net over had, dus die range van stadslandbouw is gewoon heel groot. En, dus waar hebben we het over? Nou, een paar dingen van, die in ieder geval moeten gaan veranderen. Ik denk dat we in de toekomst, willen we duurzaam gaan eten, moeten we minder vlees gaan eten. Vooral in koeienvlees moet je 50 keer zoveel nutriënten instoppen om dezelfde kilo nutriënten eruit te halen. Meer volgens seizoenen, daar maak je een hele grote klapper mee. Nou, dat kennen wij wel. En niet de arbeidjes in januari even. Die bodem heeft dus heel veel aandacht nodig. Die organische stofgehalte die terugloopt. Dus daar moeten we veel meer over nadenken hoe we organische stof terug in die bodem krijgen. Transparantie van de keten. Dus het is heel belangrijk dat we gewoon gaan nadenken over hoe zit die keten dan in elkaar. En daar kritisch over zijn. En lokaal, ja. Lokaal wordt dat genoemd in het rijtje. En dat is ook een beetje in dezelfde lijn als we willen alles weer terug in de stad brengen. Ik heb daar... ja, sterk in mijn vraag bij. Want eigenlijk krijg je een verschillend systeem. Je hebt verschillende soorten landbouw. En ik noem eerst de wereldlandbouw. Het is prima om je granen en je pulvruchten van ver te halen. En sowieso de producten die we hier, de koffie, de cacao, de ananas, ja, die haal je sowieso van ver. Dat lijkt me prima als die per schip komen. Dan is dat transportdeel is eigenlijk maar heel klein in de life cycle analysis. Europa landbouw, nou, de kazen, de olijven, de sinaasappeltjes in Spanje, prima, die komen met grote vrachtwagens, die worden heel efficiënt getransporteerd. Daar is helemaal niet zoveel mis mee. De Nederlandse de aardappelen, de groenten, de fruit. Ik denk dat we in Flevoland houden van grootschalige, intensieve landbouw, GPS-gestuurde tractoren. Dat blijft gewoon en die zullen intensief en massaal blijven produceren. Dan komen we in de interessante ring van de stadsrand en daar krijg je volgens mij in mijn visie dan een ander soort landbouw. Daar heb je dus ook de verse groenten, de tuin, de bloemen, maar ook het belevingaspect. De stedeling die wil daar wandelen, die wil daar fietsen, die wil daar in de boom gaan picknicken, die gaat daar een ijsje eten op de boerenerf. Dan krijg je dus een meer type multifunctionele landbouwbedrijven, zoals de eenmanshoeve bijvoorbeeld, daar kan je vergaderen, de zorgboerderij. Dus dit zijn boeren, ik noem het nieuwe plattelandsondernemers, die dus ingaan op die stedelijke vraag. En dat is eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen, dus een vorm van stadslandbouw. Dan komen we in de stad. En in de stad hebben we natuurlijk ook de daktuinen. Maar daar is ook volledig, het gaat om beleving, het gaat om educatie. Leer de kinderen weer hoe een wortel groeit. De horeca met een kast erbij. Dat zijn de vormen die je dan in de stad tegenkomt. En vervolgens heb je de vensterbanklandbouw. De verse kruiden op onze vensterbank. Ik heb vanavond nog heerlijk mijn eigen tomaatjes uit mijn vensterbank halen. Het aardbeien, wat je dus, de vruchten die je rijp, zo rijp mogelijk moet plukken, die vind je dan heel dicht bij huis. Dus dat is de visie die ik heb als je daarmee geïnteresseerd bent. Ik heb een essay geschreven voor de NMU, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Die hebben een jubileum dit jaar, 40 jaar, dus een jubileumsite staat op mijn visie op landbouw en landschap voor de provincie Utrecht op. Nou, dus vooral kringloop sluiten is heel belangrijk, minder olieafhankelijk is heel belangrijk. En dat kunnen we volgens mij ook realiseren door een combinatie van technologie, machtsverandering, kleinschalig dicht bij de stad en combinatie van grootschalig ver weg. En dat zal denk ik de toekomst van landbouw zijn. Ik vergelijk dit altijd met energievoorziening. Straks in de energievoorziening hebben we ook gedragsverandering nodig, ons gebruik moet omlaag. Je moet dus ledlampjes en al dat soort dingen gebruiken. Je hebt de grote windparken op zee nodig en je hebt je zonnepanelen op het dak nodig. Dus gedragsverandering, grootschalig centraal en decentraal kleinschalig. Die combi, dat is volgens mij de toekomst en voor het voedselgeld hetzelfde. Maar hier gaat het volgens mij echt om,
dat is dus de stadslandbouw, denk ik, die dus toekomst heeft. Het gaat over sociale cohesie namelijk. Het verhaal van stadslandbouw in Nederland in ieder geval gaat met name over die sociale component. Dus het gaat om leefbaarheid in de wijk. Het gaat om samen dingen doen. Kinderen weer leren hè, waar die groente vandaan komt. Gezamenlijk in de moestuin aan de slag met je buren. En daar zie ik dus enorm veel toegevoegde waarde van stadslandbouw. Gezondheid. Dus om nou te eindigen met de titel van mijn praatje, de zin en onzin. Die zin die zit hem dus vooral in die people kant. En in de planet en de profit, daar kan je zeer veel vragen bij stellen. Van, is het qua planet altijd nou zo gunstig of positief? In de life cycle analysis zit er soms negatief. Ook de profit, je hebt het over de kosten. Het is natuurlijk waanzinnig om een flatgebouw te bouwen. Nou, hoeveel kopjes sla moet je daarvoor groeien om dat terug te verdienen? Nou, die flatgebouwen staan er al, dus dan leeg. Nou, precies. En dat zeg ik ook altijd van. Het zijn vooral die vertical farming is vooral de hobby's van architecten die met werkloos zijn. Hopeloze projectontwikkelaars op dit moment. Die denken daar nog rendement uit te halen. Dus dat zijn de mensen die natuurlijk volop bezig zijn. Oh ja, de nieuwe heilige graal. Nou, ik probeer dat te wat te nuanceren. Ja, ik heb toevallig onlangs meegedaan met op een vastgoeddag. Ja. Een brainstorm over de toepassing van een kantoorgebouw in Gouda, een leegstond. Ja. En wat kunnen we daar nou mee doen? Een van de dingen was dus urban farming. Ja. En wat ik dacht om koeien te gaan houden. En educatie vooral te doen voor de kinderen. Dus daar te laten zien waar de melk vandaan komt. De koeien in de flat ook. Ja, ja. Op de ja. Bovenste. Er kwam wel een grastapijtje voor ja, de koeien. Ja, natuurlijk. En wat is er mee gebeurd? Nou, dat is naar de wethouder gestuurd, dat idee. Ja. Nou, wethouder, veel succes ermee. Ja, het was een brainstorm. Dus ja, nee, dat mag allemaal. Hè. Ja. Ja. En dan ligt het in een bureau nou waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Maar het kwam ook al uit op vooral educatie en niet zozeer schaal, maar ook door toerisme. Gewoon laten zien bijvoorbeeld hoe de Goudse kaas gemaakt wordt en van goede kaas. Ja. 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 200 meter verderop kan je waarschijnlijk laten zien op de boerderij. Ja, dat zou kunnen, maar dat flatgebouw is dan leeg. Dat was het probleem waar we precies, vanuit gingen. Precies, ja. En niet dat, ja, hoe maak je kaart. Ja, ja. Maar herkennen jullie dat? Dat speelt nu heel sterk, hè? Inderdaad, vanuit de projectontwikkelaars en architecten die zijn daar volop bezig. Dat zijn de mensen die over die stadslandbouw schrijven. Ik kom zelden iemand vanuit de landbouwsector of vanuit de tuinbouwsector die pleit voor stadslandbouw. Ja, maar goed, nee. Los van haalbaarheid. Als je het over anders kijken, anders denken. Ja. Eén ding is zeker, er is te veel kantoorcapaciteit. Ja. Die gaat nooit meer ingevuld worden de komende 100 jaar niet. Nee. Dus die gebouwen blijven staan. Dan kun je heel anders kijken naar de mogelijkheden om er wel in de verdiepingen iets mee te doen. Ja. In die zin is het een interessant concept, omdat je breder doet denken dan, ja, oké, wat voor kantoor zullen we er nou in zitten? Ja, maar die behoefte aan kantoren is er niet. Nee, maar daarom zeg ik, het is een ja, ander gebruik, dus, ja, dus ja. Misschien tuinbouw met ledverlichting. Ja. Dus ik acht het wel degelijk haalbaar. We kennen het al, hè? De wietsteelt. Ja, gaat ook goed. Geweldig, vorm van stadslandbouw. Ja. Dat is ook een van onze ideeën. Oh. Wiet teelt. Oh, wiet. Ja, ja, ik ook eerst. Ja. Dus de ultieme vorm van stadsgemaakt die we al kennen. Ja. Dus in feite is er heel veel kennis. Hè, met en dan zit je wel heel erg aan die profitkant, hoor. Ja, wiet wel, ja. Ja, dat toch? Ik heb laatst een jongen gesproken, die was helemaal vol van de idee. Die ging munt, de Utrechtse munt, ging die telen. Hij is uiteindelijk niet verder gegaan, maar hij had een heel businessplan ontwikkeld. Hij okay. Had ook een leeg gebouwtje met UV en ledlichten. Want daar schijn je flink voor te betalen. Al die restaurants en cafés die hebben verse muntthee, dus ja, daar gaan kilo's ja, oplopen. En het schijnt toch wel behoorlijk per kilo op te brengen. Ja. Dus dat soort hele specifieke producten en niches. Maar goed, ja, hij had ook geloof ik 10 vierkante meter nodig om alle cafés en restaurants te voorzien. Dus heb je nog niet de vastgoedcrisis mee opgelost? Ja.
En zijn er gewassen waarvan je denkt, oh, dat is nog zinvol dat er in... Nou, wat ik wel probeer te zeggen is... bijvoorbeeld is, of zo, of is, munt. Ja. Kijk, daarom noemde ik net die gewassen van kruiden, die wil je vers dicht bij je keuken hebben. Je wil misschien verse bladgroenten, sla, die wil je in de stadsrand of in je vensterbak. Dat zacht fruit wat je rijp wil plukken, de framboos, de aardbei, laat hem rijpen aan de plant. Dat is pas smaakvol. Dus die dingen zul je dichter bij de stad halen. Dat is mijn overtuiging. Ja. En of dat nou in kassen dicht aan de stadsrand of op het dak, dat maakt dan natuurlijk niet wel meer uit. Maar om echt te gaan stapelen en dan moet je dus wel heel veel geld terug kunnen verdienen, wil je dat rendabel maken. Hè? Ook al staan de gebouwen, je moet toch je water, je ledverlichting. En dan komen we op die vitaliteit, vond ik wel interessant van jouw punt. Ik zelf heb ook zoiets, ja, het is nog niet echt wetenschappelijk bewezen, maar ik kan me zo voorstellen dat zo'n plantje die gewoon met zijn worteltjes gewoon in de grond zit, waar voldoende compost en humus in zit, dat toch een andere vitaliteit oplevert, en onder de zon, dan iets van substraat tilt. Ja. Dus, maar goed, dan is het dus de keuze biologisch of gangbaar. Biologisch is per definitie geen substraat tilt. Dat is biologisch per definitie geen substraat tilt, geloof ik. Substraat tilt is de klasrol waar we net over hadden. Nee, dus nee, ik weet niet wat de bouw erin ligt, maar dat is niet. Ja, volgens mij is het als biologisch is het per definitie met voetjes in de grond en niet in de substraat tilt. Zijn er landbouwspecialisten die wij? Hebben jullie... Behalve mijn eigen moestuin. Je eigen moestuin, ja. Nou, ik wil nog wel iets anders met jullie delen, maar ik... We gaan om 7:15 stoppen. Ja. In ieder geval. Ik was met de workshop van Koppinga. Het was ook heel erg van... en het is ook een beetje de filosofie, de sfeer van vandaag. Just do it. Ga het maar doen. Ik ga niet weer een mail oversturen, want dan krijg je een mail terug. Nee, ik ga het doen. Dus ik zit zelf ook op het punt, maar word ik persoonlijk, dat ik heb jaren, dus die multifunctionele stadslandbouw, dat heb ik over verteld en over ondernemers geadviseerd en overheden begeleid daarin. Bij mij gaat het ook enorm kriebelen. Ik wil ook, ik wil een tuinderij. In de stad. Nee, ik denk meer aan de stadse rand. Ja, precies, ja. Ik vond een heel goed verhaal over van welke producten haal je nou van verder en welke niet. Zeg maar. Ja. In de vensterbank wil je, niet letterlijk zeg maar, ja, soms wel, maar wil je die framboos hebben. Die wil je zien dat die klaar is en dan is die het lekkerste. Ja. Ja. Kruispest hebben we zo lekker gegeten als ze rijp zijn, maar meestal als je koopt, zijn ze gewoon. Kruid is gewoon, ik eet bijna geen fruit en het smaakt er niet meer als naar. Niet wat ik vroeger, als die appels in die bomen, die werd maar rooien en rooien en rooien. En op een gegeven moment zag je, die is klaar. Dan haalde je hem eruit en dan wist je niet wat je overkwam. Dat heb ik nooit meer. Je moet even zoeken, ja. Maar het voordeel, want jij zegt van zijn eigen, want ik lees best veel over stadslandbouw. Ja, maar ja, met die vliegdingen en zo, je maakt niet zoveel uit. Vooral voor het sociale. Ik ben heel kritisch voor het sociale. Daar zie ik de toegevoegde waarde van stadslandbouw. In dat bedrijf in Rotterdam heb ik zelfs een aandeel ingenomen. Dus ik ben medebelegger. Ja, dat is niet zo, klinkt heel groot. Het is crowdfunding. Dus ik heb maar een paar honderd euro erin gestopt. Maar het is toch, ik geloof daarin. Ja. Omdat hoe zij het doen, is inderdaad heel het verhaal. Beleving, weer die jeugd betrekken. De hele keten in handen houden. Dus van zaadje tot en met het restaurant. Dus dan geloof ik er wel in. Ja. Maar het is inderdaad, ik ben er vrij kritisch over, in de zin van, oh, dan gaan we even geld verdienen in die flatgebouw met kopjes slaan. Nou, dat geloof ik dus niet. Waar ga jij jouw bedrijf beginnen? Nou, wij zijn in gesprek met een oud tuinderstel in Noord-Brabant, die gaat pensioneren en die hebben een kleine tuinderij van 2 hectare met 2000 meter glas. En dat kunnen we misschien ook. En dat vind ik vreselijk spannend. Ik vind het ook heel spannend om dat gewoon tegen jullie te vertellen. Want ik hang het ook niet aan de grote klok nog. Dat wil ik pas doen natuurlijk als het pas echt rond is.
Maar dat is iets wat me wel enorm bezighoudt en wat ik ook enorm spannend vind. Wat zeg je? Je hebt discreet publiek. Ik hoop dat jullie discreet komen. Het is Stadsrand in Brabant. Wat het is of waar? Nou, je had het over de Stadsrand. Ja, we zitten helaas niet echt aan de Stadsrand. We zitten in Haren, dat is in de buurt tussen Den Bosch en Eindhoven. Je zit natuurlijk wel in een stedendriehoek, dus Den Bosch, Eindhoven, Tilburg. In die driehoek, daar zitten we. Dus ik denk wel dat we heel erg op die stedelijke, onze doelgroep in die steden zoeken. Ja. Maar dan zit je heel goed daar. Je zit in die stedendriehoek. Ja, maar vooral Eindhoven, daar gebeurt op fronten zoveel, zo'n dynamiek. Ja. Is niet te vergelijken met Utrecht of Amersfoort of zelfs Amsterdam. Ja. Spat de energie vanaf. Dus en die ASML die doen steeds meer hoogopgeleide ingenieurs. Je weet ik woon in Amsterdam en ik kom uit Eindhoven. En ben je het ineens? Laten we zeggen dat er Eindhoven energie ervan af. Nee, in de technosector. Ik kijk naar ondernemersgerichtheid, hoe initiatieven daar gesteund worden. Daar toont men wel lef binnen de kaders in vergelijking met andere grootstedelijke gebieden. Ik denk dat Eindhoven het zelfs in Europa gewoon heel goed doet. Een intelligentste regio, hè? Ja, in die context bedoelde ik mijn opmerking dat daar wel, daar vind je de handen op elkaar binnen de gemeente voor creativiteit en ideeën. Ja. Dat is anders, grootstedelijke gebieden, dat is anders. Maar jij denkt erop? Nou ja, je hebt natuurlijk wel de high-tech campus in Eindhoven. Je hebt veel investeringen in innovatie daar. Maar kijk, in Amsterdam, om er te wonen, er gebeurt veel meer natuurlijk. En dat zijn dat Eindhoven bruist. Nee, ik bedoel meer, op zakelijk innovatievlak. Ja, maar in die context bedoel ik het. Ja. En in de high-tech waarschijnlijk. Terwijl Amsterdam bruist qua cultuur. Er gebeurt wel heel veel, maar misschien minder op high-tech. Nou, op restaurantgebied, horecagebied, vlak Eindhoven niet uit. Mm-hmm. Met ook best een paar spelers die dit soort initiatieven omarmen. Waar je dan kijkt naar afzetgebied. Nou, we zijn echt op zoek natuurlijk van hoe ga je. Kijk, concurreren met de tuiners in het Westland, dan verlies je bij voorbaat al. Ja. We zijn een klein bedrijf. De een naar de andere tuinen valt om. De Volkskrant leest vandaag stond er weer een pagina groot artikel van een tuin. Ik ben ook heel verbaasd, ben heel benieuwd naar jouw verhaal waarom je dat heel graag begint. Zeg maar. Dat is een mooie vraag. Ja. Ja. Nou, er is een enorme behoefte bij mij om ook iets neer te zetten. Ik lul altijd over en ik adviseer anderen erover wat ze zouden moeten doen in zo'n plattelandsonderneming. En ik vertel overheden hoe mooi het allemaal zou kunnen zijn. Dus ik heb zoiets, doe het nou maar eens zelf. Bewijs het nou maar eens of het ook kan. Precies. Dus ik heb behoefte om dat neer te zetten. Ik ben jaren bezig geweest hier in Amersfoort met het concept van Vathorst Noord. Vathorst, voor wie Amersfoort niet kent, is de nieuwste woonwijk. Dus bijna een stad op zich, 30.000 mensen komen daar te wonen. De nieuwste Vinex-wijk van Nederland. Met daarbij de nieuwste stadsrand. Dat was vroeger allemaal weiland. Er kwam dus een strook van 150 hectare, wat dan het groen uitloopgebied moest zijn voor die wijk. Nou, daar heb ik een plan voor ontwikkeld, dat noem ik Eco-erf, waar je dus met 10 families kon wonen, maar dat was ook een tuinderij en een boomgaard en een zorgboerderij en een restaurant waarbij je kon eten wat je verbouwde. Nou, daar heb ik gewoon veel te veel tijd en energie kwijtgeraakt. Daar heb ik 5 jaar mijn leven aangegeven bijna. En dat is dus niet doorgegaan. Vanwege heel die vastgoedcrisis ligt heel die wijk op zijn gat. Al de vastgoeddeals die gepland waren, gingen niet meer door. Dus ook mijn plan ging niet meer door. Dus ik was er wel heel erg mee bezig. En dat was echt de stadsrandonderneming. Toen dat duidelijk was, dat in ieder geval de horizon niet duidelijk was hoe lang dat nog ging duren, toen ben ik verder gaan kijken. Ja. En nu komt deze kans voorbij van eigenlijk een lopend bedrijf, wat we over kunnen nemen. Ja, dus deze kans hebben we nu met beide handen gekregen. Een grote uitdaging hoe je dan, wat je zo belangrijk vindt, wat je noemt, hoe je die sociale component wel infietst. Ja. Zeg maar dat je daar niet. Precies, de beleving, hè? Ja. Ja. Nou, dus ik probeer je zo over na te denken dat je dus je toegevoegde waarde kan je niet door zomaar een hoge prijs voor een tomaat gaan vragen. Nee, je moet de tomaat laten beleven. Dus je moet de mensen uitnodigen, je moet de plek laten ervaren. Het is een hele mooie plek omdat je omzoomt, dus door een houtwal. Ik wil er dus gaan koken, of laten koken. Je moet die tomaat kunnen beleven en proeven en zien en zelf plukken. Dus daar zijn we op zoek. Dan met die horeca aan de slag. Dus chefs in de buurt vragen, oké, wat voor
wat voor speciale producten ben je op zoek? Kan ik ze voor je gaan telen? Nou, dat soort, daar ben ik naar op zoek. Ja. Daarnaast is het een zorgboerderij. Dus het is niet alleen, het is een serieus component zorg. Dus het is niet alleen de tuin. De tuin is dan het decor voor de zorgcliënten, die werken mee ook. Maar nogmaals, het is een hele fijne plek om te zijn. Dus ik geloof ook in die zorg kan nog heel wat gebeuren. Ook allemaal heel lastig. De PGB's worden afgeschaft en het is in de zorg is een kommer en kwel. Want, nee. Ook dat heel lastig wel, maar ja, op een of andere manier blijven erin geloven dat we het wel daar een mooi bloeiend beleid van kunnen maken. En het is heel spannend, want nogmaals, de tuinbouw is de slechtste sector waar je nu moet investeren. De zorg is waardeloos nu. En ja, toch gaan wij daar nu moet je het bedrijf aan beginnen. Het verhaal van Cuba kijken. Ja. De heer Cuba hebben ze op een gegeven moment maar afgesloten en die transmission die ze daar aan raken hebben. De boeren zijn daar het belangrijkste. Dus ja. Ja, als je kijkt naar de zorg. Als je alle conceptdingen gaat bekijken, dan kom je er niet even over bij. Kijk naar het succes van Buurtzorg Nederland. Ja. Heeft het concept kent, ja. Jos de Blok. Dus het kan wel. Alleen durf je het aan om echt anders te kijken en anders te denken. Ja. Hij is nou een behoorlijke luizende pils van de thuiszorg, hoor. Ja. Daar beginnen ze redelijk zenuwachtig te worden op hoog niveau. Ja. En de kracht is, korte lijnen denk ik, vertrouwen. Heel simpel eigenlijk. Dezelfde cliënt. Dat ook wel een beetje mijn thema's in mijn praktijk. Leiderschap tonen. Dus hij heeft een hoofdkantoor in Almelo waar met 10, 15 man werkt. ICT en administratie zit daar. Hij trekt gewoon tientallen mensen in Eindhoven, onder meer vrouwen met name, die stuk gelopen zijn op het systeem voor de thuiszorg, de rapportagestructuur, die al lang gestopt zijn met werken. 40, 45 plus, die al zijn en willen zijn. Om de hele simpele reden dat die vrouwen, overwegend vrouwen en mannen, gewoon dat weer mogen doen wat ze eigenlijk willen doen. Het is eigenlijk heel simpel. Ja. Dus het is geen rocket science, dat zegt hij ook zelf. Ja. En daardoor een enorme. De mensen die hun passie laten ervaren met die handen werken en daar ook de ruimte voor geven. Dus binnen een kader ruimte scheppen. Het is zo simpel. En wat het mooie daarvan zeg maar, wat zijn. 3.500 medewerkers nu, hè? Dat is geen klein bedrijf. 3.500 medwerkers. Fantastisch. Wat gemeentes bij hem, zeg maar, want hij vraagt meer voor hen dienst. Ja. Voor is het schoonmaak dan van de. Per uur of zo. Thuis, ja, want per uur kunnen ook gewoon een schoonmaakbedrijf halen, maar dat zijn. Ja, die mensen zijn niet zo heel slim, zeg maar. Ja. En dan, wat gemeentes merken, er stromen heel veel mensen in dat systeem, maar er stroomt bijna niemand uit. Ja. Want al die bedrijven qua personeel of qua cliënten? Qua cliënten. Ja. De bedrijven hebben de baat bij dat ze het mogelijk schoon mogen maken, zeg maar. En hij zorgt er, zeg maar, voor dat ze mensen weer zelfstandig verder kunnen gaan werken, zeg maar. Of zelf van schoonmaken of van scopen. Dus dan krijg je een andere. Kleine cent, dat is eigenlijk de daar is iemand de grond leggen van 40, 50 mensen en dan heel lokaal laten. Als je dat te groot laat worden, ga je weer lager krijgen met alle sores van die. Ja. Dat doet hij fantastisch. Dus dan wel, dat kan maar zeggen. Ja. En daar zit ook die sociale component, zeg maar, die kan jij ook doen, wat zo de korte lijn, denk ik. Ja. Wat zo belangrijk is. Ja. Nou, dat merk ik voortdurend, hè, met alles, al die idealistische initiatieven. Het gaat heel vaak om de community die zich vormt. Ik ben zelf, heb een groentepakket bij een boer. Dus eigenlijk heb ik een oogstaandeel bij een boerderij in Soest. En elke vrijdag halen we daar onze groente op. Die komt dus van dat perceel, van die boer. En dan sta ik soms in die sla te wassen. Al die slakken ertussen. En dan ben ik van godsnaam bezig. Hetzelfde koop ik voor een tientje met Albert Heijn. Maar dat is ook heel sterk. Ook daar is het een community. Van, we hebben dus een oogstdag waar we samen eten met al die clubmensen. Je komt de mensen op de boerderij tegen. In de winter hebben we dan een vergadering over tiltplannen. Dus het is ook heel erg van je wil betrokken bij zo'n pioniersinitiatief. Dus het is nou, met heel veel dingen is nou ja, een dag als vandaag denk ik ook dat mensen ook heel erg voor sociale contacten komen. Er zijn vaak allemaal kenniswerkers die een groot deel achter ons perceetje zitten te werken. Stel ik me voor, jij niet, maar Jan? Niet meer. Nee, ik ben de kok. Ja. Waar kook je? Een freelance. Oké, okay, ja. Nou, misschien kan je een keer komen koken. Gast koken. Ja, in Haren. Precies, ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja, dus dat wordt spannend. Zullen we er een eind aan breien of zijn er nog dingen die we met elkaar willen bespreken? Ik ben heel blij dat je dit hebt gedeeld. Ja. Dat je het wil doen. En zo. Ja. En gewoon doen. Ja. Hoe meer mensen zeggen dat je het niet moet doen, dat triggert mij wel best. Dat heb ik van mijn vader meegekregen. Dat doe ik het juist wel. En 8 van de 10 keer, je gaat wel eens flink op je snuffert. Ja. Maar dit gaat werken. Vooral als veel mensen, hoe meer mensen zeggen dat je het niet moet doen, moet je het juist wel doen. Ja, precies. Ja, maar goed, dat is heel dubbel signaal. Ja, dat is wel in een gegeven kost wat die veroorzaken. Voel me geen advies op. Ja. Ja. Anticyclisch investeren. Ja, je ziet het, als je het leuk vindt, er zijn nog 2 horecaondernemers die in Eindhoven, ook in Amsterdam, op de meest afzichtelijke plekken horecabedrijven stichten. Amsterdam Noord, op een afstands industrieterrein, waar niemand heen wil. En dan geven ze de meest maffe namen en Strijp S, dat is een oud Philips complex in Eindhoven. En dat zijn de horeca klaar, ook steen en been. Nou, en die tenten? Die hebben gewoon een familie gebouwd, zo praten ze ook, de 2 eigenaren, jonge mensen, 100 man omheen. Die stond ook pas in de Radio Berlijn in de Volkskrant, een heel artikel. Radio Berlijn heet Hotel nog wat, terwijl dat geen hotel is. De goudverzand. Ja, allemaal ingericht met gebruikte spullen. He, dus ook daar. En ja, gewoon een geweldig concept. Dat is fenomenaal, vind ik dat. Ja. Gewoon tegen de stroom in de roeien. We doen niet meer mee met die klaagzang. Eigenlijk was het wel eens luisteren naar de klant. Goudverzand ken ik. En die andere was? Ja, Radio Merlijn, geloof ik. Dat zit dezelfde eigenaar. Dat is in Eindhoven. Ik zet nu op Strijp S een locatie en 2 in Amsterdam. Ja. En de volgende komen er alweer aan. Ja, maar het is dezelfde eigenaar. Dus als je Hotel de Goudverzand boekt, ja, dan kun je zelf 2 Ja, dat ben ik al geweest. Ja, op tijd terug alweer. Nou, leuk. Hey, dank voor jullie mede hier zijn. Graag gedaan.